Het oudste gedrukte beeldverhaal stamt uit de 15e eeuw en het vertelt in 12 taferelen over de marteldood van de heilige Erasmus. En het zal wel toeval zijn, maar menselijke ellende in stripvorm, het is zo oud als de boekdrukkunst zelf. Maar het zijn niet alleen bommen, granaten en gevechten die zich bij uitstek lenen voor verstripping. Dus het eerste deel zijn we begonnen in 2011 en voor we het wisten hadden we eigenlijk die drie delen hadden we gemaakt. Wat we nu aan het doen zijn is die serie, die drie boeken samenvoegen plus 21 extra pagina's waarin alle verhalen staan die we nog niet de kans hebben gehad om te vertellen. Zoals bijvoorbeeld de tweede slag om Arnhem, de bevrijding, de verwoesting die er is gekomen en de terugkeer van de mensen. En dat is allemaal wel heel interessant om te bedenken van hoe zou dat nou zijn als je weg bent geweest en je komt terug en je vindt je huis verwoest, alles verdwenen. Dat is een van de interessante onderwerpen van de Slag om Arnhem voor ons. Het gaat altijd over de mensen. Hè? Het gaat altijd over hoe zou dat zijn als jou dit overkomt. En hoe zou jij reageren in zo'n oorlogssituatie? Begin met een idee wat je hebt. Boeken lezen, documenteren en storyboard maken. Aan aanleiding van het storyboard weet ik wat ik welke scènes ik moet tekenen, wat ik moet opzoeken nadat ik die voorbereiding heb gedaan van documentatie, storyboard. Kan ik in één dag tot dit komen en dan gaan we nog in een tweede dag ga ik het nog verder uitwerken. En daarna is het kwestie van Tine die de inkleuring doet en het verder helemaal druk klaarmaakt. Ja! 100% historisch, dat gaat niet lukken. Dat merken we ook aan de boeken die we al gemaakt hebben. Maar 95% historisch zou wel heel mooi zijn. Dat betekent ook, denk ik, dat er een stuk eigen interpretatie bij komt. Ja, dat klopt. Ja. Die eigen interpretatie, of die vrijheid, die moet je wel nemen. Mensen schrijven steeds van... we kwamen terug, alles was kapot. We zijn maar weer doorgegaan met leven. Nou, zo werkt het natuurlijk ook, maar hoe dat dan is, dat is natuurlijk wel... Daar kunnen wij ons weinig mee voorstellen. Heeft het maken van die strip jou daar ook beter inzicht in gegeven? Ja, absoluut. Absoluut. Ik had daar natuurlijk ook nooit over nagedacht. Ik ben een kind van deze tijd. Hoop je dat inzicht dat jij hebt gekregen ook over te brengen op je lezers? Dat zou wel een hele mooie gedachte zijn, ja. Als dat lukt om ze daar iets interessants over te vertellen, dat in die tijd toch allemaal heel anders gaat. Ja, dan hebben we ons werk goed gedaan en dan heeft het boek ook waarde, denk ik.